Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl en in het volgende filmpje gaan we kijken naar het optellen van vectoren. In een vorig filmpje hebben we al gekeken hoe we dat doen bij rechte hoeken. Nu is het juist de vraag hoe werkt het als twee vectoren niet zo gunstig op elkaar staan. En het antwoord daarop is in het geval van het grafisch bepalen heel simpel. Namelijk, we nemen weer deze lijn en die gaan we weer parallel trekken vanaf de bovenkant van, of vanaf het einde, vanaf de andere kracht. Ook deze kracht gaan we hier op het eind van deze kracht tekenen en ook weer parallel netjes getrokken met als eindresultaat dat de twee krachten elkaar op dit punt, of sorry, de twee lijnen elkaar op dit punt snijden. Dus de netto kracht of de totaalkracht is in dit geval heel simpel en snel de zwarte. Zodra je het echter moet gaan berekenen, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het ook gelijk een stukje ingewikkelder. En als voorbeeld neem ik weer twee krachten. Eén kracht die zo staat en eentje die deze kant op staat. Ik doe het even expres. Met daartussen een hoek van 40 graden. Deze maken we 30 newton, deze is in lengte 50 newton ongeveer. Goed, als je dit krijgt, dan is stap 1 zorgen dat je ergens een assenstelsel hebt waar één van de twee krachten makkelijk op ligt. Namelijk, zo berekenen is waardeloos, maar met een simpel assenstelseltje erbij. Dus dat ik even doe alsof dit hier de x-as is en deze natuurlijk mooi haaks erop de y-as, dan krijg ik al een veel betere indruk van het geheel. Dit kun je een klein stukje kantelen, dat ga ik ook in de volgende tekening meteen doen, zodat je een wat overzichtelijker gebeuren hebt. Thuis of tijdens een opgave raad ik aan om niet alles door te strepen en verder te werken, maar gewoon je papier een klein stukje te draaien, waardoor je uiteindelijk dus kunt zeggen dat we een kracht van 50 newton netjes horizontaal hebben, dus op de x-as, en een kracht van 30 newton schuin omhoog onder de hoek van 40 graden. En ik teken voor de show heel even weer de twee assen erbij. Dus y en x. Goed, hoe ga je in zo'n geval nu krachten netjes optellen? De truc is door alle krachten die je hebt te gaan splitsen in x en y richtingen. En dan beginnen we even, dit noemen we kracht 1. En kracht 1 in de x-richting heeft een grootte van 50 newton. Kracht 1 in de y-richting heeft daarentegen, want hij gaat niet omhoog, hij gaat niet omlaag. Dus kracht 1 in de y-richting is 0 newton. Nou, andere kracht, noemen we heel eventjes kracht 2, die staat scheef. Omdat die scheef staat, moeten we kijken, nou, kracht 2 in de x-richting kunnen we
bepalen. En dan hebben we het over dit stukje kracht. Dus deze deelkracht van het totaal. Kunnen we bepalen door te kijken van... We hebben een schuine. We hebben een hoek. En we hebben een aanliggende. Dus regeltje SOS. Cas. Toa. We hebben een schuine. En we willen weten een aanliggende. Dus we moeten gaan werken met de cosinus. En dan kunnen we dus gelijk zeggen dat is 30 newton keer de cosinus van 40 graden. En dat is 30 keer de cosinus van 40 graden. Controleer altijd even dat je rekenmachine in graden staat op zo'n geval. 22,9 newton. Kracht 2 in de y-richting is deze geprojecteerde kracht. En dan kunnen we weer zeggen, we hebben een hoek. We hebben een schuine. En we willen in dit geval de overstaande weten. Dus nu gebruiken we de sinus. Nou, verhaaltje weer. 30 keer de sinus van 40 graden is 30 keer sin 40. Rekenmachine in graden ingesteld voor de zekerheid. 19,3 newton. Nou, eindresultaat is dat dat we het volgende kunnen doen. Namelijk, we weten nu de kracht in de x-richting van deze. Kracht in de x-richting van de andere. Deze twee kunnen we optellen. Zodat we kunnen zeggen kracht 1x plus kracht 2x is 50 plus 22,9 is 72,9 newton. Wow, mijn pen is heel erg aan het storen. Ik ga even in een ander kleurtje verder. Ik hoop dat jullie hem allemaal ook hier op dit bord hebben gezien. Ik schrijf er eventjes overheen. Dus kracht 1 in de x-richting plus kracht 2 in de x-richting is dus 72,9 newton. Hetzelfde kunnen we doen in de y-richting. Alleen in de y-richting wisten we al kracht 1 in de y-richting is 0. Kracht 2 in de y-richting is 19,3. Dus de totaalkracht in de y-richting is 19,3 newton. Nou, dan haal ik even deze berekeningen hier beneden allemaal weg. Dan heb ik weer de ruimte om verder te werken. Goed, als we nu deze twee krachten willen optellen, hebben we alleen nog maar een kracht in de x- en in de y-richting, waardoor we kunnen zeggen de totaalkracht is, stelling van Pythagoras weer gebruiken, de kracht totaal in de x-richting in het kwadraat plus de kracht totaal in de y-richting in het kwadraat. En daar de wortel van. Dus, dan zeggen we... Oh, wat leuk. Dan kunnen we eigenlijk meteen het volgende zeggen. Dat is gewoon een kwestie van in je rekenmachine intypen. Dus wortel
fx was 72,9 in het kwadraat plus fy was 19,3 in het kwadraat. Totaal is dat 75,4 newton. Goed, dat is natuurlijk het eerste deel. Als we behalve de grootte van de kracht ook nog de richting van de kracht willen weten, dan hebben we dit absoluut allemaal niet meer nodig. Maar de richting van de kracht is y-richting, x-richting, totaalkracht. Dus we weten in dit geval de aanliggende, oftewel x. We weten vanaf deze hoek gezien de overstaande, oftewel y. Dus we weten overstaand en aanliggend. Dus de hoek van de kracht is de inverse tangens, want we moeten met de tangens werken, van, nou, overstaand, dat is de y, dus 19,3, gedeeld door aanliggend is de x, 72,9, dus de hoek die we totaal hebben is 19,3 gedeeld door 72,9 is 0, zoveel. Tangens min 1 van dat getal. De hoek waar we het over hebben is dan 14,8 graden. Goed. Ik ben Jan-Willem van voorwerter.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt.